Welkom dames en heren bij deze nieuwe Fortnite video. In deze video gaan we het hebben over de map van seizoen 3 chapter 2. Want deze map is heel erg speciaal. Er gaat namelijk heel veel gebeuren dit seizoen met het water en verschillende POI's. Dus daarom dacht ik, ik moet hier nog even een aparte video over maken. Over wat we kunnen gaan verwachten aan veranderingen. En misschien ook wel aan verschillende events die gaan komen. Maar voordat we gaan beginnen wil ik jou maar eerst even vragen om een like te droppen op deze video. Kunnen wij de 3000 likes halen? Ik zou het super tof vinden als we dat kunnen. Abonneer ook even op het veel gevraagd. Met dat belletje aan. En ik zou het ook heel tof vinden als iedereen eventjes de Supporter Creator Code te veel gevraagd invult in de Fortnite Item Shop. Want dan krijgen we namelijk 5% van jouw aankoop. Ja, ik zei het net al. Deze map is heel erg interessant. Sterker nog, dit is misschien wel de meest interessante map die we ooit hebben gehad. Want er zijn zoveel elementen die kunnen en gaan veranderen dit seizoen. Bijvoorbeeld het water. Want die gaat op 1 juli al naar beneden. Dat is geleakt. En daar kan ik ook een hele video over maken. Maar we gaan het nu wat meer hebben over verschillende dingen in de map die heel erg interessant zijn. En die ook gaan veranderen. Dus laten we beginnen met het meest voor de hand liggende. Dat is namelijk deze draaikolk hier. Deze draaikolk is super belangrijk voor dit seizoen. We hebben het er al meerdere keren over gehad. Matthijs heeft volgens mij in de afgelopen ochtendvideo er nog een heel stuk aan over verteld. Hier gaat iets heel erg groots gebeuren. Misschien gaat hier zelfs wel het live event van dit seizoen zich afspelen. Want ja, dat sowieso is dit... Oh, mijn map is geglitcht of zo. Maar sowieso is dit al een bijzonder plekje. En er gebeurt hier heel veel. En sowieso als je naar beneden gaat, ben je ook glitched. En deze area die je hier ziet is gewoon heel raar. Het is echt een soort van, ja, ingedeukt gebied of zo. Hier komt sowieso iets van een POI. En waarschijnlijk, en hebben we al vaker gezegd, komt hier Atlantis. De POI van natuurlijk Aquaman. En misschien dat hier dus ook nog iets van een live event gaat komen. Wat voor live event? Ja, dat weten we niet. Want zoals je nu ziet... Ja, er is nog helemaal niks. Het is letterlijk niks. En dat heeft Epic heeft het natuurlijk expres gedaan. Want anders weten we al precies hoe deze POI eruit gaat zien. Misschien dat hier onder deze zandbult nog wat ligt. Want het zijn echt hele rare bulten. Misschien dat hier bijvoorbeeld een gebouw zit hier. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, deze draaikolk gaat... Hier gaat wat gebeuren. Het water wordt hier waarschijnlijk ook weggezogen. Dat lijkt mij misschien wel de meest duidelijke verklaring waarom het water ook gaat zakken. Omdat het dus hier weggezogen gaat worden. Dus we gaan het heel erg nauwlettend in de gaten houden. Maar ik zei het net al, dit is het meest voor de hand liggende. Laten we doorgaan naar het volgende ding. En daarvoor moeten we eventjes naar de andere kant van de map. En het tweede ding is natuurlijk de kluis. En eigenlijk moet ik zeggen de kluizen. Want er is een extra kluis bijgekomen in seizoen 3. Dat is deze kluis. Die heb ik natuurlijk ook al laten zien in de map change video van seizoen 3. Maar deze kluis is en blijft heel erg bijzonder. Eerst was dit natuurlijk de grotto. Kon je hier naar binnen. Maar dat kan inmiddels al niet meer. Sterker nog, ze hebben het helemaal dicht gegooid hier. Waardoor je zelfs hier niet meer naar binnen kan komen. Dus hier gaat wat gebeuren. Hier moet wat gaan gebeuren. Al helemaal... Dit is al helemaal raar. Omdat er nu ook een logo op zit. En dat hebben we bij die andere kluis niet. Dus... Er is wat gaande hier binnen. En ze zijn hier wat aan het voorbereiden. En er is een hele grote kans dat er hier ook wat gaat gebeuren qua live events. Omdat we hier natuurlijk nog die twee gaten hebben, hier en hier. Misschien dat er iets van een raket uitkomt. Het is in ieder geval interessant. En dat moeten we echt in de gaten houden als het water gaat zakken. Sterker nog, als je naar beneden gaat, zie je ook dat ook hier het water geglitcht is. En ja, ik kan er eigenlijk niks anders van maken dan dat ze hier ook wat mee gaan doen dan. Want ja, waarom zouden ze dit laten glitchen? Het kan ook een foutje zijn, dat weet ik. Maar toch vind ik het heel erg apart. Is dat trouwens hier ook zo dat het water geglitcht is? Zou me niks verbazen. Oh, wat is hier? Zie ik het? Oh, ik dacht ik nog wat anders zag. Maar nee... Hier is het water, hier is het water dus ook geglitcht. En hierachter hebben we natuurlijk ook nog die andere kluis. En die kluis, ja, daar hebben we natuurlijk al sinds seizoen 1 zitten daar hele grote vraagtekens omheen. We weten nog steeds niet wat deze kluis gaat doen, wat die gaat gebeuren. Maar deze gaat sowieso een keer open. En ik hoop dat deze kluis van Ghost is, want die is van Shadow. En dat zou het verhaal wel compleet maken, uiteraard. We moeten het afwachten. Ik kan hier niet te veel over vertellen, maar één kluis is in ieder geval van Shadow. En de andere is waarschijnlijk, of ik hoop, van Ghost dan. Laten we doorgaan naar de volgende locatie. En dat is deze hier, namelijk The Authority. Wat vroeger natuurlijk The Agency was. En ook deze is overgenomen door Shadow. Eigenlijk moet ik daar nog een hele video een keer over maken. Over waarom Shadow alles heeft overgenomen en hoe dat is gekomen. Maar ik heb daar op dit moment nog niet genoeg informatie over. Maar deze locatie, hier gaat wat gebeuren. Ik kan er, ja, dat moet haast wel. Want het water gaat natuurlijk zakken. Dan heb je hier hele rare muren staan. En wat we hier ook hebben is een soort van deur. En deze deur,
Het lijkt me toch dat hij open gaat als het water laag genoeg staat. Tenminste, dat lijkt mij best voor de hand liggend. Want kijk hoe dit eruit ziet. Ik denk dat het water ongeveer op dit niveau komt te staan. Dat er boten naar binnen kunnen varen. Want het klopt, het klopt wel een beetje met het waterniveau zoals je hier kan zien. Het is in ieder geval een hele bijzondere locatie waar die ook niet helemaal bij de map past. Ik verwacht dat hier echt nog wel wat gaat gebeuren. Misschien dat het eiland omhoog gaat komen. Ik weet het niet. Maar het is in ieder geval een plek waar heel veel kan gaan gebeuren in de toekomst. We gaan het ook in de gaten houden. Laten we doorgaan naar de volgende locatie. En die zit hier achter. En dit is een beetje een losstaande theorie van alles. Maar ik zat eens te denken. Hè, wat nou als de tsunami die is geweest deze dam heeft verzwakt? Het zou zomaar kunnen zijn dat deze dam het dan niet gaat houden. Op dit moment zijn er geen tekens van dat het echt daadwerkelijk verzwakt is. Maar hey, ik denk, ik gooi het er even in. We zitten al wel wat langer te speculeren over deze dam. Want deze dam zit hier wel op een bijzondere plek. En natuurlijk staat het nu al onder water. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat als het water, als dit water weg is gegaan of gelopen of weggezogen, hoe je het ook wil noemen, dat er dit weer gaat breken en dat er dan vervolgens hier weer water komt te staan. Hey, we hebben vaker gezien dat dingen meerdere keren fout gaan. Het mooiste voorbeeld daarvan is natuurlijk toen in Tilted Towers. Daar is één gebouw was continu de lul en het zou zomaar kunnen zijn dat dit gebouw wat hier staat ook continu de lul is, of het gebied hieromheen. Dus ja, het kan haast niet anders dan dat hier überhaupt ooit een keer wat gaat gebeuren. En ik hoop misschien nog wel dit seizoen. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat Shadow besluit dit op te blazen. Hè? Hey, ik gooi de gedachte er gewoon maar eventjes in. Wat trouwens ook raar is, en het is even helemaal los van de video, is dat er dingen niet inladen. Dit kan een bug zijn, sterker nog, het is een bug. Maar vaak als we dingen niet inladen, dat zagen we bij de ATC ook, kan het zomaar zijn dat er hiermee wat mee gaat gebeuren. Maar wat? Ja, dat is de grote vraag. Maar dit is natuurlijk een replay glitch. Laten we dan doorgaan naar het volgende ding. En als het goed is, is dat hier ergens. Het is namelijk een heel klein bootje. En die boot is heel erg bijzonder. Er zijn natuurlijk meerdere boten hier. En trouwens, wat me ook is opgevallen, en dat is eventjes losstaand van wat ermee gaat gebeuren. Maar alle boten, of alle dingen die drijven, die zijn plat aan de onderkant. En terwijl boten vaak, die zijn bijna nooit helemaal plat aan de onderkant. Dus misschien dat het, ik bedoel deze boot bijvoorbeeld, die is gewoon strak plat aan de onderkant. En de meeste boten zijn dat niet. Tenminste, in het echte leven zijn boten over het algemeen niet helemaal plat aan de onderkant. Tenzij je dus echt een plat bodem hebt. Maar zelfs die zijn niet helemaal vlak aan de onderkant. Ja, en het volgende ding is deze boot. En deze boot is heel erg bijzonder. Namelijk, deze vaart rondjes net buiten de map. Ja, ik vind hem gewoon heel raar. Ik weet niet wat ik van deze boot moet vinden. Ook deze heeft weer een platte bodem. En ik verwacht dat hier nog wat mee gaat gebeuren. Misschien dat Shadow of Ghost hem over gaat nemen. Hier zijn eigen basis van gaat maken. Maar deze boot, ja, zoiets hebben we nog niet eerder gezien in de Fortnite map. Dat is iets wat continu van plek verandert. Behalve natuurlijk de eilanden die toen rond aan het vliegen waren. Maar deze is echt iedere match zit hij op een andere random locatie. En hij zit altijd net, ja, ik kan het nu niet laten zien want de map is glitched. Maar hij zit altijd net buiten de map. En eigenlijk net iets te ver. En hij ligt dus vol en vol met loot. Sterker nog, je hebt hier gewoon een gratis supply drop die je gewoon kan openen. Dus ja, en hij is duidelijk ook wat in de gaten aan het houden met deze telescoop. Die telescoop is altijd naar iets aan het kijken. Maar naar wat? We weten het niet. Maar deze boot die heeft een missie. Maar welke missie? Ja, daar moeten we eventjes gaan bekijken. We gaan ook deze boot natuurlijk in de gaten houden. Maar ook deze is dus heel erg interessant. Laten we nog gaan naar het laatste dingetje. En deze, deze is vrij globaal. Want in de Fortnite map staat één ding eigenlijk al wel heel erg lang centraal. Namelijk vervuiling. We hebben natuurlijk gezien, ik kan het weer niet laten zien. Ik vind het stom dat de map niet werkt. Maar je hebt natuurlijk hier die power plant daar. Die zorgt voor vervuiling. We hadden op een gegeven moment natuurlijk ook die olieboorplatform, wat ook zorgt voor vervuiling. Maar wat we nu hebben is nog wel het ergste van allemaal. Namelijk, overal zijn vuilnisbelten. En ik zei het ook al in de map change video van seizoen 3. Hier moet wat gaan veranderen. Want dit ziet er natuurlijk niet uit. Kijk deze belt bijvoorbeeld. Dit is een super hoge bult met alleen maar vuilnis. Je ziet hier allemaal plastic dingetjes. Het is echt allemaal troep wat hierop ligt. En dit moet weg. En ik heb oprecht geen idee hoe ze dit weg gaan halen in de storyline. Laat het weten in de reacties hoe jullie denken dat ze dit weg gaan halen. Maar dit moet weg. Ik heb geen idee hoe ze dit nogmaals gaan doen.
Maar het is heel raar. Ik snap niet waarom Epic Games dit gedaan heeft. Maar waarschijnlijk, of hoogstwaarschijnlijk, heeft het van alles te maken met de storyline. Kijk hier bijvoorbeeld eens. Dit gebouw is letterlijk gebouwd. En dit glitcht helaas weer. Maar het is letterlijk gebouwd op afval. Ja, het is allemaal afval. Al deze eilanden zijn gemaakt van afval. En dit is allemaal glitch. Heel erg jammer. En bijvoorbeeld hier ook olie wat hier weer drijft. Volgens mij heeft hier de rig gezeten in het verleden. Dus vandaar dat er ook nog olie zit. Maar de Fortnite-wereld wordt heel erg vervuild. En er moet dus iets gaan veranderen in de storyline. En maar ja, wat dat dus is, laat even weten een reactie. Want ik heb oprecht geen idee hoe ze dit mooi gaan verwerken in de storyline. Misschien dat de hele wereld er aangaat of zo. Misschien dat het water het weg gaat spoelen. Maar ja, dan heb je weer vervuiling in de zee. Dat wil je natuurlijk ook niet. Dus al met al, ik zei het aan het begin van de video al. Het is een hele rare en bijzondere en interessante map. Want er zijn allerlei dingen gaande. Het water staat hoog. Dingen zijn vervuild. Er is een kluis bijgekomen. Ik noem het allemaal maar eventjes kort op. Maar het is echt heel erg bijzonder. En dit hebben we nog nooit eerder gezien in de Fortnite wereld. Ik zie hier trouwens ook een random platform. Oké. Wow. Dit heb ik nog niet eerder gezien. Hallo. Oké. Dit ga ik wel even in de gaten houden. Want ik wist helemaal niet dat het erin zat, joh. Met de witte vlag ook. Dat ze... alsof ze vrede hebben of zo. Nou, in ieder geval, dit was alles wat ik jullie wilde vertellen. Ik hoop dat jullie het een interessante video vonden. Sorry als het een beetje verwarrend was. Maar ja, het is ook een hele verwarrende map. Dus dat is ook wel een beetje logisch. Dames en heren, ik hoop dat jullie het tof vonden. Als jullie dat vonden, drop even die like. Abonneer op de veel gevraagd met een belletje aan. Klik op de video's hieronder. Niks te zeggen, tot de volgende keer. En peace out.